Maatschappij lid 2. Analyse maatschappelijk vraagstuk, hoofdstuk 2. Het analysemodel. Het analysemodel kent 4 invalshoeken. De sociaal-economische, de sociaal-culturele, de politiek-juridische en de veranderings- en vergelijkende invalshoek. Het kan zijn dat het examen spreekt van 5 invalshoeken. Dan hebben ze de veranderings- en vergelijkende invalshoek niet als 1, maar als 2 aparte gerekend. Voordat je begint met het analysemodel moet je eerst 3 algemene vragen stellen. De eerste, wat is het probleem? Dan stel je de vraag, waarom is het eigenlijk een maatschappelijk probleem? En tenslotte ga je kijken welke groepen en organisaties erbij betrokken zijn. De sociaal-economische invalshoek. Het gaat hierbij om belangen van mensen. En welk belang jij hebt, heeft sterk te maken met jouw economische situatie. Rijken en armen hebben totaal verschillende belangen. Daarom kijk je bij deze invalshoek nadrukkelijk naar tegengestelde belangen. Dus wat wil de ene groep en wat wil de ander? De basisvragen bij deze invalshoek zijn dan ook: wat zijn de belangen van de betrokkenen en welke belangentegenstellingen zijn er? De sociaal-culturele invalshoek. Deze invalshoek kijkt vooral naar waarden en normen van mensen. Mensen hebben allerlei verschillende waarden en normen. En welke waarden en normen jij hebt, heeft dan weer ook weer sterk te maken met jouw cultuur. Vandaar de sociaal-culturele invalshoek. De basisvragen bij deze invalshoek zijn: welke waarden en normen spelen een rol? En spelen culturele kenmerken van de betrokken groepen een rol bij het probleem? Zo ja, welke dan? De politiek-juridische invalshoek. Maatschappelijke kwesties worden uiteindelijk ook altijd politieke kwesties. Er wordt immers van de politiek verwacht dat zij uiteindelijk het probleem gaan aanpakken en oplossen. Je krijgt daarvoor eerst een politiek debat, waarin allerlei waarden en normen en belangen tegenover elkaar komen te staan en worden afgewogen. Uiteindelijk wordt in Nederland dan altijd een compromis gesloten, oftewel een tussenoplossing. Zodat iedereen een beetje tevreden is en we weer verder kunnen. De belangrijkste vragen bij deze invalshoek zijn: wat heeft de overheid tot nu toe aan het probleem gedaan? Wat vinden de verschillende politieke partijen van het probleem? En welke wetsregels bestaan er voor het probleem en welke aanpassingen zijn nodig die voor iedereen acceptabel zijn? De verandering en vergelijkende invalshoek. Samenlevingen veranderen al tijd door de eeuwen heen. Normen, waarden en belangen verschillen dan ook per plaats. Zo zijn in China hele andere normen en waarden dan bijvoorbeeld in Nederland. Daarnaast verschilt het ook in tijd. Vroeger gingen dingen anders als nu en er horen ook andere normen, waarden en belangen bij. En tenslotte verschilt het ook per groep. Want de ene groep heeft misschien helemaal geen belang bij iets, terwijl de andere groep dat wel heeft. De veranderings- en vergelijkende invalshoek kent 3 basisvragen. Hoe keek men in het verleden tegen het probleem aan? Oftewel dus tijd. Welke sociale, culturele, politieke en sociaal-economische veranderingen hebben invloed op het probleem? Gaat dus om alle 3, plaats, tijd en groep. En hoe kijkt men in andere samenlevingen tegen het probleem aan? Het gaat dus om plaats en om groep. Als je het analysemodel hebt toegepast, dan kom je uiteindelijk bij de oplossing. Je gaat eerst kijken welke oplossingen er worden voorgesteld. Dus wat moet er volgens politieke partijen en de mensen die met het probleem te maken hebben gebeuren? En wat gaat de overheid uiteindelijk doen? Maar je zult ook je eigen mening moeten geven over het probleem of de oplossing. Daarbij moet je de volgende 3 gebruiken.
je examenstof, dus wat je hebt geleerd tijdens het schooljaar. Je moet de standpunten van verschillende politieke partijen en groeperingen gebruiken. Dus wat vinden liberalen, wat vinden sociaaldemocraten. En je moet de uitgangspunten van de Nederlandse democratie en rechtsstaat gebruiken. Je kunt dus niet met een oplossing of mening komen die niet binnen de Nederlandse rechtsstaat uit te voeren is.